Deze beschouwing. Die is op een zaterdag. 17 oktober. En dus een sabbat. Kortom, als ik tijdens deze beschouwing. Ja, ik je denkt. Oh, Perry, dat sloeg ergens op. Dat mag dus niet. Ik mag nu niet werken. Dat mag morgen weer. Of vanavond bij zonsondergang, dan mag ik weer aan de slag. Maar nu even niet. Het is sabbat. Een sabbaticale beschouwing. En we gaan het hebben lekker over helemaal niks. Weet je, wiskunde, logica, metafysica... Wat Bijbelfragmenten erbij, dat is altijd geinig. En een, ja, een beetje over muziek. En, ja. ja, wat heb je nog meer te vertellen? Hier? Muziek is een leuke. Er is een begrip en dat heet de komma van Pythagoras. Het is heel interessant. Dan kan ik nu niet uh, helemaal gaan uitleggen hoe het zit, want het is sabbat. Maar het komt er in het kort op neer: dat zuivere muziek onmogelijk is. Nou, dan ga je dan. En dan snap je ook gelijk dat gejengel van die uh, india uit India. Dat gaan we door. Ja, zuivere muziek bestaat toch niet. Dat kan je zo dus maar een beetje... Aandoen. Die lui, die gebruiken we ook. Dus wij hebben het twaalftonig stelsel. Do, re, mi, fa, si, la, si, do. En daar zitten halve tonen tussen, en alles bij elkaar is het twaalf toningsstelsel. Maar dat is vals. Ja. Een klein beetje. Niet overdreven irritant. Maar het is vals. Dat je het even weten. En dat weten wij al 2600 jaar. Met Pythagoras. Want Pythagoras heeft dat netjes uitgelegd. Het hele twaalftonig stelsel, dat ja, is leuk verzonnen, maar uh, het wordt hem niet echter. Want dat kan ook niet. En dat is niet erg. En toen is in de tijd van Bach... Toen zijn ze begonnen met het begrip de gelijk zwevende stemming. Wat betekent dat je per toonladder... Ja, want de toonladders heb je majeur en mineur. We hebben er nog meer by the way. Anyway, je begint in C groot of C klein en dan heb je C groot, C klein en dan heb je D groot, D klein en gaan we door. Al die toonladders die zijn allemaal vals. En met de gelijk zwevende stemming hebben ze de valsigheid uitgesmeerd over de hele piano. Dus de hele piano is vals. En dan gaan we lekker spelen. Serieus. Serieus. Ik, ik praat niet uit mijn achternek. Er is een mooi begrip. En dat heet de zuivere kwint. En daar gaat het om. En de zuivere kwint is prachtig. En is net als een molensteen voor de componist. Dan krijg je hele valse tonen. Als je vanuit zuivere kwinten gaat uh, ja, bezig zijn. Hij loopt op een dag helemaal fout. Hè. Dus vandaar dat je de hele piano even vals maakt. En, uh, oh, dan klinkt het wel leuk. Je hebt zo'n heel mooi nummer van de, die band die heet... The Killing Joke of Killing Joke. Met het nummer Love Like Blood. Die moet je even gaan opzoeken. Die gaat ook op de playlist van mijn dochter. Dat is geweldig. Als je dat nummer opzet, weet je gelijk waar ik, waarom ik erover begin. Over vals. En, de muziek is vals. Dan mag je jengel. Maar lekker gejengel. Zo. Met een bietje eronder. En dan gaan die, die meisjes die gaan dan dansen. En dan zien ze er veel leuker uit. Hè. Ja toch. Het is wel jammer hè, met die coronatoestanden. Dat, dat je niet meer kan kijken naar uh, mansende dijsjes. Zo noemde ik dat vroeger. Dat was mijn. De vrouw waarvan ik dacht dat ik daar tachtig mee zou worden, die had me ingeruild voor. Dat is echt zo platte. Voor een Belg. En die werkte voor het internationale bankwezen. Ben ik te min, ben ik te min, omdat je vader meer poenaïefd. En dan de mijne. Ja, dat zoiets, daar weet je dat ook alweer. Het is een mooie term voor. Hypergamie. Dacht ik. Dus dat vrouwen, die hebben dan een man. En dan denken ze, nou, mooi zo, daar heb ik reden van een man. En oh, maar daar is een man met nog meer poen. Uh, um, nou, eigenlijk vind ik die eerste man, uh, nou ik er nog eens over nadenken, die vind ik helemaal niet zo aardig. En die andere man is helemaal niet meer fris. En die heeft een stuk meer poen. Dan ben je toch dan ben je tien jaar lang bezig geweest met zo'n persoon en dan denk je is dit alles? Oeh, is dit alles? Oeh, is dit alles wat er is? Ja, je moet het allemaal grappig blijven zien, hoor. Dus bij mij maakt het dus echt helemaal niks meer uit, hè? Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb een doel voor ogen. Ik heb een tent. En die hou ik schoon. Of het dak gaat eraf. Is dat nou? Dat is mijn tent. Ik heb leuk werk. Zo'n dus, dus maandagochtend wordt het... Uh, de afgelopen week was... Dat hoort dus bij de Sabbat, hè? Dat je alleen maar tevreden terugkijkt. Afgelopen week, wat er gebeurd is... Het management van ons, dat spoort niet. Het heeft geen communicatieve vaardigheden. En dan leidt dat tot intimiderend gedrag, omdat ze er met het eenvoudige woord niet uitkomen. Dan gaan ze intimiderend doen. En omdat ze geen communicatieve vaardigheden hebben, gebruiken ze ook de computers niet. En dat is een blijk van incompetentie. Dus het is intimiderend en incompetent. Dat is... En dat doet mijn werkgever voorlopig niks aan. Ze hebben er echt kennis van genomen. En het devies is, van, nou, je... Ja, als je niet echt in elkaar getimmerd wordt, dan, uh... ja, wat denk je zelf dat je aan de situatie kan doen? Leuk, man. En nou hebben we een nieuwe manager, dat is een vrouw, en die heeft het nu al aan de stok. Die heeft nu al commentaar gekregen. En ik hoor altijd gaan hoeren, dat hoer was ook Dan komen we bij elkaar en uh, s morgens vroeg komen we daar om uh, schone spullen te halen. Doekjes en moppen en schoonmaakmiddelen. En aan het einde van de dag komen we terug met al die vieze rotzooi. En dan moeten de wasmachines volgepompt worden. En op de bliep-bliep-knopjes drukken. En dan hebben wij de volgende dag weer schone doekjes. Want het management doet helemaal niks. Daar komt het op neer. <laughs> we moeten het zelf maar zien. En die moed, die komt er nou zo in, hè? Allemaal gezellig doen tegen elkaar. Nee, het is mijn manager. Hoe ging het nou? Er, waren, er was geen schoon textiel. Voor de handdoekjes. Er waren wel moppen, maar ik heb ook uh, hand. Noem het maar vaatdoekjes. Maar dat zijn geen vaatdoekjes, dat zijn microvezeldoeken. Dat is iets heel anders. Die moet je bevochtigen. En geen zeep AUB. Dan gaat de werking verloren. ...behalve dan de... ...dat is allemaal op waterbasis... ...en dat mag dan wel... ...en doe er een beetje zuinig mee. Ja, dan zijn die dingen die zijn er dan niet. En dan, dan loop ik naar haar kantoor... ...en dan is zij er ook niet. En dan vraag ik aan die onderhoudsmonteur... ...die er tegenover zijn bureau heeft... ...ik zeg, uh, waar is madame? Ja, ze, die, die is weg. Ik zeg, waar is ze naartoe? Nou, zei die... Uh, die is echt weg, want ze heeft alles meegenomen. De agenda, de tas, de, die, die is weg. Ik denk, oh, dat is leuk. Je hebt een dagje vrij of zo. En ik had ook geen telefoonnummer van haar. Wat moet je dan? En ik heb wel het telefoonnummer van haar leidinggevende. En die ken ik ook. Dat is ook zo'n konijn. En toen heb ik die, die leidinggevende een sms gestuurd. En dan uh, CC, uh, dat kan ook met een sms, hè, naar mijn teamleider. Want, uh, <laughs> weer geen microvezeldoeken. Voor de vierde keer. En uh, hij zei, man, dat het gaf. Ja, wat denk je nou? Vind mij een beetje lopen pieren Wat er weer? Zorg voor je spullen. En het team weet nog helemaal niet dat ik al gesproken heb met twee vertrouwenspersonen. En dat ik niet stil zit. Dat vind ik zo leuk, hè? Want mijn werk op zich, dat, ja, dat kan ik nou wel. Ja, die vijftien toiletten, ik weet precies waar ze staan. En ik weet ook precies wie er aan de scheiderij is. Dus ik rag daar. Dus ik, ik heb echt heerlijk werk. Dan heb je heel veel tijd in je hoofd om na te denken over hoe het gaat. En wat we gaan doen. Ik mag gebarentaal les gaan geven aan een van de cliënten. Of bewoners. Het product. Gebarentaalles. Man, dat wordt wat. Word. is toch wat? Daar kan je toch tevreden op terugkijken? Hè? Dus iets meer dan een jaar geleden wist ik helemaal niks van professioneel schoonmaken. Nul, Zilch. nada, nothing. Maar toen heb ik die cursus gekregen en toen dacht ik, oh, oh nee, maar nou snap ik het. En dan trainen, 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 trainen. Ja, stuur mij een toilet in. Dus, ik, ik haal het drie minuten hoor. Serieus. Gewoon totaal automatisme. Binnenkomen, inspecteren. Terug naar de kar. Spullen pakken. Ram. En dan afmaken. En dan inspecteren we weer. En is klaar. Dan kijken we op de klok. Drie minuten verder. Mooi zo. En denk om de onderkanten van de toiletten. Je hebt van die hangende potten. Je hebt ook staande potten. Nou, en die, die staande potten moet je ook die onderkant. Even, er zitten van die boutjes. Als je zo'n staande pot hebt, zitten van die boutjes, of niet? Nou, er zit een viezigheid tussen, man. Weghalen. Je bent op de schoonhaker Wat dan nou? En achter de bril kijken. Zo'n zo toilet. Dat, is een, dat loopt in, in golven. Ga je eroverheen? Dat wordt allemaal geleerd bij de SVS. Microvezeldoekjes draaien. Want je hebt acht kanten. Joejoe. En dan mag ik nou uh, gebarentaalles gaan geven. Ja. En ik heb volslagen vrede met de Groningse herenboeren. Want ik deel elke dag chocolaatjes uit. Ja, maar pirri, mag dat wel van de begeleiding. Nou, oh, dat is een kwestie van overleggen. Ja. natuurlijk, ja, maar die begeleidingmensen mensen die kennen mij inmiddels ook al. Dat is die gozer, daar kan je de klok op gelijk zetten. Als hij binnenkomt is het negen uur. Eén minuut over negen, twee minuten over negen, want dat is er wat aan de hand geweest. Dan was de bus te laat. En ik ga precies op tijd weg, want de bus komt gaan. En die rijdt maar eens in het uur, als je pech hebt. <coughs> Heerlijk werk. Echt zalig. Ik kan helemaal mezelf zijn. En daar op het werk werken nogal wat Mohammedanen. En... Ik denk ook wel een Hindoe-staan, hoor. Niet echt practiserende Hindoe-staan, maar wel practiserende Mohammedanen, daar kan ik wel mee lachen. En dan hoor ik dus verhalen over uh, ja, dingen die in de Gelderlanden stonden... met een ISIS-terreurcel die in Arnhem is uh, opgerold of zo. En dan hoor ik van die jongens... <coughs> hoe we zaten. Uh. Dat was uh, Adnan. En Adnan die spoorde altijd al niet. Of zo, ik zeg maar wat... En ja, er wordt daadwerkelijk, hoe uh, noem je dat? Oproerkraaierij gepleegd onder Mohammedaanse jongeren. Die lui die worden opgestookt. En heel veel Mohammedaanse jongeren die weten dat. En die vragen zich verbijsterd af waarom hun schoolvriendjes zich laten opstoken. Waartegen dan? Ja, toch. En dat zijn vrienden van mij. En die weten dat ik een christen ben en, en zij zijn moambadaan. Nou, oké. Okay. Dus en omdat. Maakt mij dan niet aan. Je geeft als mens je blijde boodschap door. Je vrolijkheid, je, je dankbaarheid. Dat geef je door. Snap je wat ik bedoel? Dat was best mooi gezegd. Je, je geeft je dankbaarheid door. Door je gedrag. Doordat jij dankbaar handelt, gaan andere mensen dat overnemen. En die gaan ook dankbaar handelen. En dan gaat alles veel makkelijker. Iedereen weet dat altijd beter. Ja, maar ik vind dus persoonlijk hè, met uh, al die dingen zo. En ik, ik vind dat er een keer een verandering moet komen. En, uh... Ja, maar wat voor een verandering. In mijn washok. Dat is ook een succesnummer. Daar erger ik mij kapot aan. Hè? We hebben twee washokken en die aan mijn kant en aan de andere kant we hebben twee vleugels A en B. Nou, een A is zeg maar mijn vleugel. Daar heb ik mijn uh, ruimte voor mijn spullen en zo. En aan de andere kant, daar zit een collega ondersteuner. En die draait uh, de meeste was voor de, voor de grootste groep. Nou, haar was ook is, oh, het is vol. Maar daar kan je niet zoveel aan doen. Maar mijn was ook. Dat wordt dan even gebruikt als de opslag voor de vloeibare wasmiddelflacons. En dat is dan helemaal vol met wasmiddelflacons. En dat slaat nergens op. <laughs> Waarom moet er een voorraad gehouden worden aan wasmiddel in vloeibare vorm? En een ruimte dat het inneemt. En omdat er dan ook zoveel is, dan geef ik je op een briefje. dat als mensen zeggen: Nou, er is zoveel, eh, voel je maar wel een lekkere grote scheutje, want er is zoveel. Ja, natuurlijk. En dan is die rotzooi op. En wat doen we dan met die flacon? Ja, die gooien we in de vuilniszak. Ja, waar gaat die vuilniszak naartoe? Ja, die komt de vuilnisbeeld. Ja, en wat kost dat? En ik heb het dus gemeld aan uh, mijn management. En reageerden helemaal niet. Uh. Dat interesseert ze niet. En van de week dacht ik van nou, nu ga ik, nu ga ik wat aan doen. Ben ik op internet gaan kijken en heb ik uh, als zoekterm ingevuld uh, hervulbare container waspoeder. Drie woorden. Bats, dat is gelijk raak. Ja, die kan je dus kopen. Ze zijn van degelijk plastic. En daar gaat 2,5, 3 kilo waspoeder in. Ja, en dan kan je lekker doorwassen. Ja. En dat spul, dat poeder, dat koop je in zakken van, jawel, 20 kilo. En dan betaal je ink, BTW, alles. Iets. 110 euro. 20 kilo. En een high-quality uh, industry standard. Dit waspoeder maakt gebruik van de technieken die uh, blah, 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 voor de commerciële en. Wat nou? Institutionele wasdingers draaien. Nou, heel belangrijk allemaal. Kijk, en dan gaan we praten. En bij zo'n container. Ik heb er een gezien op internet en er zit zo'n klein schepje bij, die hangt netjes aan een haakje. Je hebt die andere containers en dan moet je daar een setje, setje, een setje schepjes bij kopen. Ja, en die schepjes die raak je natuurlijk kwijt. Maar die container met een schepje wat aan een haakje hangt, waarover nagedacht is, daar raak je het schepje niet kwijt, dacht ik. Ja, ja. En mijn uh, teamleider. die stuurde ik dan die mail. En die reageerde enthousiast. Ik mag er verder aan gaan denken. En overleggen. Ga maar overleggen met die. Dat is leuk. Al die stomme flessen weg. Ja, zeg nou zelf. Dat, ja. Het gaat om de verzorging van mensen met een beperking. En die mensen die willen, net als wij, dankbaar zijn voor het leven. En ze willen schone kleren. En kleurvastheid, nou... Het uh, is meer zo, het moet lekker zitten. En er is een zo'n gozer, dat is Adriaan, die is niet zoals Bassie. Bassie is een... Dat vindt hij ook... Hij is meer Adriana. Hij is heel verstandig en hij houdt van mooie kleren. Ja. Maar die kan ook zijn kleren wassen met dat industriële spul, hoor. Dan moet hij een fijn wasprogrammaatje aankiezen. 30 graden, niet te veel zeep. Afgelopen met al die onzin. Was verzachten gaat toch weg? Het, heeft, het, het is niet COPD. Maar het is iets COD? Wat uh, die Geta Thunberg heeft. Dwangmatig, obsessief gedrag. Compulsory, obsessief. Disorder. Ja. COD. Dat heet Greta Thunberg. Heeft dat. Daar is ze nog trots op ook. En de moeder vindt dat dus ook. Uh, ja, mijn kind heeft COD. Dat kan je wel zien. Hou we daar jou. Ja, gaat er weer. Hé, hey, als het geen sabbat was, hè, dan ging ik nu een heel verhaal houden. over hoe het echt zit met Greta Thunberg. Maar ja, dan ga ik werken en dat doe ik vandaag niet. Neem maar van mij aan dat haar moeder er hartstikke trots op is... dat haar dochter compulsory obsessive disorder heeft. En dat daar tegenover staat... dat ze CO2 kan zien met het blote oog. Oh, 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 oh. Ik zei van de week nog op mijn werk, daar werken namelijk verstandige mensen. En die Mohammedanen, eentje daarvan, heeft gezegd, van ja, volgens mijn boek uh, dien ik mij geen zorgen te maken over een ziekte. Dat is blasfemisch. Dat is godslastelijk. Hoezo ga ik me zorgen maken over een virus? Ga er weg. Dat mag niet van de Koran. Nou, ja, daar ben ik helemaal met hem eens. Die aanslagen van 11 september, dat was Osama bin Laden helemaal niet. Osama bin Laden die zat bij de club. Dat was al heel lang bekend. Die Osama bin Laden is gefotografeerd met Jerzy Brzezinski in de jaren 80. Ja, dit is geen nieuws. Ja. Jerzy Brzezinski, dat is een jezuïet, En die stond de AK-47's uit te reiken in Afghanistan. En, en meneer Osama Bin Laden, met een gelukzalige lach op zijn gezicht, nam de AK-47's in ontvangst. Dat moet je heet Dat was een grote doorgestoken kaart, ten huis, voorstelling. Maar dat maakt er helemaal niet uit. Ik heb met mijn Mohammedaanse vrienden geen ruzie over de rol van Osama bin Laden en zijn bijdrage aan het in elkaar storten van twee van die hele hoge torens. We zitten precies op dezelfde lijn. Ik maak schoon en zij zijn begeleiding en laten we dat zo houden. We doen allemaal ons werk en we gaan tevreden naar huis. Want we hebben het goed gedaan. Inshallah. Dat betekent, als God het wil. Condeo Volente. op zijn Latijn. Ach, bij mijn nadere inzien, denk ik, het zou elke dag sabbat moeten zijn. <laughs> Maar dat kan niet, hè? Nee. Nee, dat gaat dan even niet. Maar één dagje in de week helemaal. Daadwerkelijk. We niks produceren. Dat moet te doen zijn, vind ik. Zie het als een offer. Met jouw almachtige potentie. Je kan zoveel voor elkaar krijgen. En dan één dag in de week euh, nou, niet. Dus. Dan doen we helemaal niks. En dat houden we zo. Want dat staat in het boek. En het is een goed idee. Zo'n Emil Ratelband met zijn uh, chaka Die man die werkt tachtig uur in de week. Ik verdenk hem ervan dat hij zich niet houdt aan de sabbat. Hij raast me door, Tjokko. en ik ben niet tegen die man. Ben jij gek? Ik heb een diep respect voor hem. Een hele gevoelige gozer, heel emotioneel. Ja. Ik ben blij dat met die coronamaatregelen dat het mij verboden is om die man te gaan huggen. Want anders zou ik het doen. Een schouderklopje voor Emiel Raterband. Die man probeert tenminste wat. Je kan zeggen wat je wil, maar die man probeert. De god kan gaat het fout. En dan blijft hij toch nog maar proberen. Ja, zo is Emiel Raterband. Die is van de school van Anthony Robbins. Dag dat, dat we wit. Die moet je ook eens bekijken. Dat is ook leuk op een Sabbat. Als je dan nou toch uitgeluisterd bent naar dit uh, waardeloze gawawel. Anthony Robbins. Look him up. Serieus. Die houdt uh, webseminars. Dus, uh, dat is de gozer waar Emil Raterband zijn gedachten... aan ontleent. Het motto van Anthony Robbins is... Stay... Hungry. En dat is het. Dat is je materiële vormen. Je lichaam wil eten. En dat moet je opzoeken. Je moet op zoek naar die honger. Waar word je hongerig van? En dat moet je doen. Dit is. Dat is. Dat is ja, ik ga het nu niet uitleggen. Want het is Sabbat, hè? Ik zeg je... Dat is het. Op het moment dat jij dingen gaat doen... waar jouw lichaam honger van krijgt... dan doe je het goed, hè? Ja, maar al die mensen die obese zijn... Ja, mensen die obese zijn... die stoppen zich vol met koolhydraten. Dat moet je niet doen... Dat is, dat is niet nodig. Je ja, het, ik moet er wel om denken dat ik ook koolhydraten eet. Dus ik heb, gisteren heb ik een, een, een halve bak rijst naar binnen gewerkt. En ik doe suiker in mijn koffie. Maar ik heb een, ik heb een ondergewicht. Dus dat is wat anders. Maar als je geen ondergewicht hebt. Heb je geen koolhydraten nodig? En zonder de les te willen lezen, er is dat. Wat is het nou? Het Atkins-dieet? Het, het heet ook wel paleontologisch menu. Oermens-menu. Dus dat wat mens at. voordat de stedenbouw kwam. met uh, landerijen en. Uh, en koolhydraten. We zijn toen gras gaan eten. En waarom zouden wij gras eten? Ja, maar Pirrie, we eten tarwe. Dat is gras. Meer niet. Het is geen struik. Het is gras. <laughs> ja, maar wel lekker. Ja, en je wordt er reten dik van. Dat is het punt. Hier in Nederland spreekt men van een bierbuik. Dus uh, Joh, heeft hij uh, een hele dikke buik van het bier drinken? Nou, dat kan niet. Dat is fysiologisch Onmogelijk. Het is vandaag sabbat, dus ik ga het niet uitleggen. Het is fysiologisch onmogelijk dat je van bier een dikke buik krijgt. In het Amerikaans heet het beter. Daar heet het een maïsbuik. Te veel maïs gegeten. En daar komt het op neer. Mais, dat zijn koolhydraten. Het paleontologisch... Nee, paleolithic diet... ...dicteert... ...mens eet... ...vlees en vis... ...groenten en fruit... En dan nog iets. Vlees, vis, groenten... Wat oh, was het? Dat... Moet je eens doen. Dat is lekker hoor. Moet je voor de gein eens doen. Hè? Dat je een lunch maakt voor jezelf. Met uh, boterhammen. Met uh, lekkere dingen. Pesto en kaas. En, uh, maar boterhammen. Of. Je maakt een lunch. En die bestaat uitsluitend uit. Uh, ja, vlees of vis. En uh, groenten. moet eens kijken hoe je je voelt. Als je dat opgegeten hebt, als je koolhydraten eet, dan val je in slaap, jongen. Het is uh, niet goed voor je darmstelsel. Om die reden is het ook belangrijk om bij aardappels ze echt heel goed door te bakken. We, het kan in principe niet. Wij kunnen geen aardappels eten. Varkens kunnen aardappels eten. Maar wij niet. Dus dat hoort helemaal niet bij ons. Maar frambozen en bramen en kruisbessen. Ja, je stopt maar in je mond en dan gaat allemaal goed. Slaaplaadjes Lekker, man. Moet je voor de gein eens doen. Als je weinig geld hebt. Hè? En een keertje paleolithisch lunchen. Moet je eens kijken hoe dat valt. Ik heb het een keer gemaakt voor mijn dochter. Wat had ik toen gemaakt? Ijsbergsla. Een goede dressing. Een gekookt ei. In plakjes. En een stuk te goedkoop varkensvlees. Schoudercarbonado. Dus heel goedkoop. Hè? En die goed peperen, zouten. Zo lekker knesperi, knesperi. En die leg je op dat bedje van ijsbergsla en, en, en dat eitje ligt er een beetje naast. En. Een glaasje Jouderons erbij, een bon appétit. Eet lekker weg, jongen. En dan geen koolhydraten. Je moet hongerig blijven. Je moet dat stadium opzoeken waarin je honger krijgt. En dan zit je goed. Dan werkt jouw lichaam met jou mee. Als je geen honger hebt, dan. T, 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 wat moet je met je lichaam? Met zo'n. Uh, Ik heb helemaal geen zin in. Ik lust niks. Uh, je moet je lichaam hongerig maken. Dus. Emiel Raterband had gelijk dat hij helemaal naar Amerika ging om naar Anthony Robbins te luisteren, die zei: Stay hungry. Blijf hongerig. Maakt niet uit wat je doet, als je maar hongerig blijft. Naar meer. Het is heel flauw, het is een, een natuurwet. Dus ja. En ja, daar kan je dan over gaan uh, ja, zeuren of uh, wat moet je ermee? Nou, wat je moet doen is je moet hongerig blijven. Na meer. Rupsje nooit genoeg. Het kan altijd nog meer. Die, die kracht is de wil. Hier. En die kracht moet je zoeken. Je moet vragen aan je lichaam wanneer heb jij eigenlijk honger? Waar ligt dat aan? En terug naar dat bier drinken. Kijk, mensen die koolhydraten consumeren en geen bier drinken, die worden minder dik. Dus Bier drinken, als je koolhydraten eet en je gaat ook alcohol consumeren, dan heeft dat koolhydraten, die, die, die partijmoleculen, dingen die worden opgeslagen als vetten en die worden niet verbrand. Want jouw lichaam gaat die alcohol verbranden. En niet die vetten. Snap je? Dus je moet kiezen, wat doe je s'morgens vroeg? Neem je een bruine boterham? Met oude kaas? Of een glas bier? Gewoon kiezen. En niet allebei. Want dan word je dik. Het leven is zo simpel... Het, het, ja, wat is het nou? Het, het is zo simpel en dat kunnen wij niet geloven. Het leven moet ingewikkeld zijn, want wij snappen er niks van. Dus is het heel ingewikkeld. Dat is denk ik de toestand van het menselijk denken. Anno 2020. Zaterdag sabadeo. 17 oktober. Het is simpel en het is voor ons een tijd om ons te verheugen en blij te zijn en dankbaar. Ja, maar ik moet met een mondkapje in de trein. Wat is nou? Sorry hoor, maar vroeger moesten Joden helemaal naar Auschwitz en er zijn er merkwaardig weinig van teruggekomen. Dan ga jij klagen over een mondkapje. Kom bij zinnen. Ja, maar dat was nazi Duitsland en dat was toch voorbij. W sorry. Voorbij sinds wanneer? Nou, met 5 mei. 1945. Dat was bevredingsdag. Ah, ja. Boah. Nee, we hebben nog steeds hetzelfde. Dan maak je nou niet zo'n zorgen. En ze hebben steeds meer moeite om ons te stuipen op het lijf te jagen. Dat is een punt. Er gaat iets niet goed. Dat weet ik. De automatisering bij die lui. Dat slaat als een tang op een varken. En dat is niet zo'n beste. Beoordeling als die komt uit mijn mond. Het is nu sabbat, ik ga niet uitleggen hoe het allemaal precies zit. Het, het fenomeen waar we mee te maken hebben: dat heet de boot gemist. Dat staat ook in de I Ching. Hè? Het fenomeen, de boot missen. Het is de, het is de hond in de pot. Dan is het over. Ik vergelijk mezelf graag met Christus. In die zin dat hij mijn perfecte neef was. En dat ik er genoegen mee neem dat ik niet zo goed ben als hij. En dat ik dan de hele ten dagen zou zeggen van, um, uh, Heer, ze weten niet wat ze doen. Bill Gates en Soros en Madeleine Albright en George Bush. Heer, ze weten niet wat ze doen. En ik mag mij niet wreken. Volgens Romeinen 12 vers 19. En ik, ik heb dan heel bescheiden een opmerking. Want heer, ze weten niet wat ze doen. Christus die zei toen erachteraan. Vergeef het hun. Of die, nou, heer, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Nou, en ik zou dat vergeven het hen, uh, laat me weg. Heer, ze weten niet wat ze doen. Ze pissen over jouw woord heen, letterlijk. En hoe gaat dat aflopen? Nou, zoals Arnold Schwarzenegger zei. I'll be back. Want op deze manier wordt het helemaal niks, hè. Al die verdwenen kinderen. Dit is toch dus, uh... Waar zijn wij mee bezig? We denken van, nou ja. Als er een kind verdwenen is, nou dat is toch leuk, want dan heb je nieuwe kinderen nodig. En het schijnt heel plezierig te zijn he, om dan samen met een vrouw te gaan proberen om een nieuw kind te maken. En dat is uh, aangenaam, dat is ontspannend. Uh, dat is ook lekker om het s morgens te doen en uh, s'avonds. En, uh, ja, en als er dan niet zwanger wordt, nou dan ga je nog veel meer seks doen. Dat is uh, nog veel leuker. En uh, ja, als de kinderen verdwijnen, nou dan neuken wij er nieuwe bij. Ja, nou, ik zwijg maar even. Mijn dochter, toen, ik, toen was ze dertien... en toen vertelde ik haar van die, die kindermisbruiktoestanden... met Joris Demmink en, en Mark Dutroux en al de andere tuig. Van de JOVD. En mijn dochter, die zei doodleuk... Pap, als je daar zo'n hekel aan hebt... Doe er dan wat aan. En hoe laat gaan we eten? Ik ben niet boos. Ik, ik ben niet teleurgesteld. Ik, ik ben niet verdrietig. Ik ben meer. Ik ben een vliegtuig. Alles zo geweest. Dus ik, ik ben een vliegtuig in het lichaam van een mens en niemand helpt mij. En dat is de waarheid. Ik weet het zeker, want ik zei het net. En ik zei nog, ik ga vandaag niet werken. Want dat hoort niet. Ik kijk tevreden terug op een geweldige werkweek. En dat ik tegen mijn collega's zei... <laughs> dat ik nou de taak op me genomen die heb ik gekregen van mijn manager. Want ik had dus ook nog even doorgeverklikken Verklikken heet dat, hè? Verklikken. En dan stond in die sms... Nee, dat was een mail. Puntje, puntje, puntje. En ik weet hoe ik een mail moet beginnen. Puntje, puntje, puntje. En het washok is vies. Ja, die uh, was er. En toen kwam mijn directe manager, die, die belde mij op terwijl ik aan het schoonmaken was. Ja, ik kom nu naar je toe. Ik zeg, uh, is er iets? Uh, is, uh, nou, dat kan ik nou niet, want iedereen hoort me hier. En uh, ik kom nu naar je toe. Wat <coughs> krijgen we nou? <coughs> ja, en dan komen ze inderdaad aandenderen. Uh, dan uh, kunnen we ergens gaan zitten. Ik zei: Nou, uh, mijn uh, schoonmaakkamer. Uh, ja, mag de deur dicht. Want anders horen ze ons. Dat krijgen we nou niet. Maar denkt zo'n B wel niet. Het washok is vies. En dat is wel. Het is vies. <coughs> en toen vroeg zij mij: Wil jij dan de taak op je nemen om het washok schoon te houden? Ik zei: Ja, natuurlijk, meisje. <coughs> Geen probleem. Uh, ik stel wel voor dat ik dan een kwartier eerder wegga van deze locatie. Want als ik het was ook schoon moet maken, ik moet ook handschoentjes aantrekken. En moet... daar ben ik minuten mee bezig. Huh? Dus dan moet ik eerder weg van hier. Want anders red ik het niet, want ik heb mijn bus te halen. En daar had ze alle begrip voor. De trut. En mijn teamleider weet nog niet dat madame, mijn manager. Even een kwartier per dag uh, heeft ingepikt en ik ben uh, Rapido schoonmakerij, ja. dus ik ik er in één kant dus ik ik, ik ik maak wel die ruimte van een kwartier oh. het gaat van haar tijd af dus, uh. <coughs> en dat weet ze nog niet eens Er was ook die vraag met die gebarentaalles uh, die ik ga geven aan Albert Einstein. Ik ben al helemaal aan het voorbereiden. En zij zei: Ja, we moeten er geen gezeik mee krijgen dat jij hier gebarentaalles zit te geven op kosten van de schoonmakerij. Snap je dat? En toen heb ik gezegd tegen die twee dames: Don't worry. Dat hou ik in de gaten. Nee, je krijgt geen gezeik met de schoonmakerij omdat ik hier gebarentaal lesgeef aan 10 minuten per dag. slot voor rekening. Is er een kwartier van die locatie afgesnoept om het washok te gaan reinigen? Nou, dan kan ik ook wel tien minuten eraf snoepen om Albert Einstein gebarentaal les te geven, dacht ik. En dat vind ik dan zo leuk, dat die vrouwen die dan of zo, zo knikken. Oké, okay, oké, okay. nou, laten we dat maar doen. Ja. Ready or not, here I come. Het leven is prachtig en het zit hem in de kleine dingen. En daar zit de pracht van het leven. Er werkt er ook zo'n vrouw en die zit onder de tatoeages en dat is een alleengaande moeder die ook zei van kijk. Op mijn werk hou ik alles schoon. En bij mij thuis is het één grote puinhoop. En ik vind dat dat wel past. Ik kan me er alles bij voorstellen Dat Het is een leuke vrouw. Ze heeft gevoel voor humor. Ja, eet een beetje. Heeft een beetje veel koolhydraten gegeten. Dus die moet paleolithisch gaan. Dat is een mooie vrouw, mooie ogen. Een mooi haar. Die tatoeages heeft ze niet nodig, maar. Ach, we hebben allemaal onze jeugdzondes. Moet je vergeven hoor. En met haar kan ik lachen, man. Dan stond ik daar het washok schoon te maken. En dat ziet ze dan gelijk, hè? En dan die dames onder elkaar kakelen. Want dit is een schande. Dat Perry. voor een kwartier per dag van hè, mijn locatie. waar de zware jongens zitten. iedereen weet dat het, dat is een gore tent. Daar kan niemand wat aan doen. Hè. Het punt is, het moet schoongemaakt worden. en dan is het ook weg. Die, die Antilliaanse springbeer. Ja, die, die scheidt de boel onder man. Maar die weet nu weer dat ik er ben. En dan is zijn toilet ook daadwerkelijk een stuk schoner. Maar die man is helemaal in paniek geraakt toen ik er niet was. Dat kon ik gelijk zien aan die plek. Ja. oh, 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 oh. Ja, dan ga ik schoonmaken. En laatst, de, de, afgelopen vrijdag. Kwam ik op zijn kamer en dat toilet was super clean. Geen ontlastingschilderijen meer op deurposten. Super clean. Dus hij begrijpt het wel dat ik weer terug ben. Hij legt toch altijd. Wat een gek van woorden. <laughs> dat is zo leuk. Er is één plekje in zijn kamer en daar ligt altijd wat rotzooi. Eén plekje. En dat weet ik. Het zijn een soort boodschappen voor mij. Er ligt altijd wat. Een touwtje, een papiertje. Het ligt precies in het hoekje. En ik verwijder dat. En dan komt hij uh, terug van zijn werk, zo heet dat. De dagbesteding. En dan moet je avond eten. En dan komt hij op zijn kamer. En dan ziet hij dat dat hoekje leeg is. En dan legt hij daar weer wat neer. Net als Zwarte Piet en Sinterklaas. En ik ruim dat op. En hij kent mij. Perry is in de house. Want ik ken zijn hoekje. En die rommel gaat weg. Punt. Ja, ik word daar betaald. Het is geen grapje. Ik verdien net zoveel als mijn vriend Wout. Netto. Ja, ietsje minder misschien. Maar Wout die zat me aan te kijken Van wat? Ik zie ja. Ik doe het in principe voor 12 euro netto per uur. 12,50 12,10. Ja, hij ook, hè. En hij staat op uh, stijgers. Uh, met, met veiligheidsvesten. En zo'n dingen zijn dan. Bam, bam, bam. Bing, 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 grote balken. Uh. Uh, dat hoef ik allemaal niet te doen, hè. Een beetje in de rondte met een, met een borstel. Uh een chocolaatjes uitdelen. Ja, ja. Die gebarentaal, daar zie ik me nou uit. Ik kan nu zeggen, ik wil in het gebarentaal. Dat is prettig. En tellen tot en met tien met één hand, dat kan ik ook. Dat is, uh, heel mooi. En het woord Nederlands, dat ken ik ook. So. Als je Nederlands wil uitspreken, ik ben student, hè, dus ik ben niet aan het lesgeven. Hè. Controleer alles wat ik zeg, Dit is Sabbat. Hè. Maar dan moet je, je je armen van je lichaam af doen en dan die handen richting het topje van je schedel. En dan doe je een beetje heen en weer. Dus iets boven je hoofd, dat heet Nederlands. Nederlandse gebarentaal. Ik zie er naar uit hoor. Komende maandag ga uh... ja, ik. Dan gaan we. Ja, trampelen, trampelen, trampelen. En wanneer gaan we nou beginnen? En het was ook schoonhouden. Dat doe ik ook wel. Desnoods. Uh, dan haal ik maar een uurtje langer door. Dat is ook zo. Dat. Uh... Er was zo'n vrouw bij de Amerikaanse onderzoekscommissie, Senaat, Dinges, allemaal bij elkaar. En, en die stond erbij stil dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Voor hetzelfde werk. Met dezelfde opleiding. En die man die dat pleidooi aanhoorde, die zei. Uh, er is ook onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de contracturen en de daadwerkelijk gewerkte uren. En daaruit blijkt dat mannen meer uren draaien per contract. Altijd er boven. En dat heeft u niet meegenomen toen u uh, uh, je hebt dus een teller en een noemer, hè? maar je moet dus niet delen door de contracturen, je moet delen door het effectief gewerkte uren. En mannen werken effectief meer uren dan hun contract voorschrijft. Mannen hebben die eer, dat eergevoel. Die willen niet naar huis voordat het af is. Die werken door. Mannen willen wat voorstellen. Snap je? En werkgevers weten dit. Het ziekteverzuim onder vrouwen is 50% hoger dan onder mannen. Ja, eat this, mofo. En ik ken ook van die mannen die dan... Euh, ja, het is nou weer... Ik ga weg hoor. Ja, dat noem ik poesjes. Ik was er ook in, dat was ook van de week, en, ik, de, de, en Willem was er ook, een hele aardige gozer. En ik zei, Willem, ik zit met mijn handen in mijn haar, want uh, die, die, die vuilniszak die moet naar de container, dat is minuten. Hè? En mijn bus gaat, en er moet nog een nieuwe zak in. <laughs> ik weet niet waar hier de vuilniszakken liggen. En Willem zei, ja, oh, maar dat weet ik wel, ik zoek er wel een. Ik zei, oké. Okay. Wil jij dan? Dan doe ik nou die vuile zak in de container, ik ga naar de bus en jij uh, zo dadelijk dan uh, een schone zak erin. Waarop Willem zei: Nou, dan kan ik het net zo goed nu gelijk doen. Ik, dat mag ook, zei ik. Het werk moet af. Geen gezeik. Dat is een eer kwestie. Een ere kwestie. Daar gaat het om. Het werk moet af. Dus Cindy Lauper. met dat prachtige lied. Girls just wanna have fun. Hoor je hem al? Ta da 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 da. -da, -da.

After the day and work is done. Het is toch fijn hè? om te beseffen dat wij geboren zijn tussen andere kinderen van God. En Dan kun je zeggen, ja maar George Bush was een gek idioot. Ja, dat is Madeleine Albright ook. En Adolf Hitler was ook niet te versmaden. Jozef Stalin, Winston Churchill, Koning Willem-Alexander en die Maxima. Ik zou niet weten wat je daarmee moet. Ik denk alleen maar aan Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, do not avenge yourselves. Vengeance mine. Says the Lord. Het is onze baas. Dus wij denken dat wij een arbeidscontract hebben. Met, als ik dan bijvoorbeeld, ik heb een jaarcontract bij mijn werkgever. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik, ik wil tot aan mijn. Ja, tot aan het einde. Wil ik daar blijven poetsen? Is dat nou? Schoonmaken. Opruimen die handel. Wat is dat nou? Moet je een chocolaatje? Stop in je muil. De vraag is... smaakt het chocolaatje? Ja. <laughs> je kan een chocolaatje krijgen van een schoonmaker... maar smaakt het ook? Want ik ben hier niet om de boel te vergiftigen. Dat is lollig, man. Het is heel fijn om te leven. Het is heel fijn om te geven aan degenen die het zo nodig hebben, aan al die vermoeiden. die afgestrafte. Het heet to comfort. Dat is een werkwoord. Dat kennen we op zijn Nederlands niet, hè? To comfort. Hoe heet dat op zijn Nederlands? We hebben het Nederlandse woord gezelligheid, maar dat is geen werkwoord. To comfort. I comfort. You comfort. He comforts. We comfort. Dat is een regelmatig werkwoord. To comfort. En dat is jouw taak. In de Statenvertaling wordt in plaats van het woord 'the comforter' wordt gebruik gemaakt van de term 'de trooster'. Dat je het even weet. Heb in de naam. Medelijden. Je kan zeggen in Gods naam dat is een dubbelzegging. Heb in de naam. Medelijden. En volg de voorschriften. En handel correct. Ik weet niet of ik dit moet zeggen. Christus is onbevlekt ontvangen. Wat betekent dat? Ja, maar het is een katholiek dogma met die onbevlekte dingen. En... Nou, het is christelijk dogma dat we niet goed weten wie de Vader is van Christus. Behalve dat Christus zei: Mijn Vader is in de hemel. En Mijn Vader is onze Vader. Snap je? En dus was Christus onbevlekt. Want hij had geen Vader anders dan onze Vader. De Vader die van ons is en de Vader die ons is. In de zin van ons. Dus Elohim. Ons. Wij, mag je ook zeggen. Zoals Christus zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat ben jij ook. Ja, maar ik ben dakloos. Ja, wat, wat doet dat daartoe? Ja, maar ik, ik heb een vrouw zwanger gemaakt en ben de deur uitgetrapt. En ik heb een alimentatieman, die zegt niet. Te houden. En al nou, corona ook nog. En, nee. Wat maakt dat uit? Ben jij zo belangrijk? Dus serieus. Waar haal je het lef vandaan? Om te klagen. Wil je dat de aliens eraan komen om jou te redden? Nou, uh, Ab die komt je wel redden. Mark Rutte. Of uh, Mao. Of <laughs> Nee, tot de volgende. Ik vond het een uh, behoorlijk. Dat, dat het nergens over ging. Zonder titel. Oh, er worden weinig views. Oh, het erg. <laughs> Doei.